30 keer 30 vertellen 30 Friezen in 30 dagen waarom zij vinden dat Leeuwarden de culturele hoofdstad van 2018 moet worden. Ik was aanvankelijk wat aarzelend over dat idee van Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa. Omdat het natuurlijk ontzettend veel geld kost en er wordt overal bezuinigd op cultuur. En dit kost natuurlijk wel het enige wat. Nou ja, het is natuurlijk ontzettend Nederlands om daar zo over te praten. Maar als het doorgaat is het natuurlijk prachtig. En kan het heel veel betekenen voor het land, zowel cultureel, voor Friesland, zowel cultureel als economisch, neem ik aan. En het zou me niet verbazen dat ze een kans hebben, omdat van alle drie de steden heeft het noorden, heeft Friesland het misschien het meeste nodig. Dus misschien is die jury daar gevoelig voor. En wat ik hier vandaag zag, je hoort het ook op de achtergrond, allemaal zwarte muziek. Dus wat ik hier net bij die manifestatie zag, lijkt Friesland multicultureelder dan het in werkelijkheid is. Maar dat zal ook wel een betekenis hebben om de jury over te halen. Dus ik wens... Het zou mooi zijn als het doorging, laat ik het zo zeggen.